Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 14. Tableau en Heers. Als jullie de vlog van gisteren hebben gezien, dan weten jullie dat we hier zijn blijven slapen in de B&B. Ja. Gisteren was hier een evenementje van La Posta Magazine en toen zijn we hier gebleven om hier in de B&B te overnachten. Ja. Lekker gemakkelijk. Wauw. En wauw. En wauw, ja. Echt super goed geslapen. Heel fijn bed. Super zalig bed. Wow. Heel mooie kamer. Ja. We hebben uitzicht op de kerktoren. Heel rustig wel, ja. Het is echt heel rustig hier. Alleen is het vroeg. Het is wel vroeg. We hebben een korte nacht gehad. Dus we zijn allebei heel moe. Het was 2 uur en nu is het 9. 2 uur gaan slapen, dus 9 uur. Het tijd om 9 uur. Ja, maar ik moet nog weg om 11 uur, ja. Ah ja, dat is waar. Was het al vergeten staan. Ik heb wel keelpijn. Ja. Ja, maar we hebben de chauffage laten opstaan deze nacht. Het was super heet. Ja, dus ik merk, ik voel nu dat de chauffage hard opstaat. Dus nu heb ik echt keelpijn. Maar dat gaat wel over. Hier hebben we geslapen, we worden wakker met dit uitzicht. Veel huizen, maar wel een mooie kerk. En daar staat Nikita. Helemaal alleen. Kijk eens, wel mooie lucht vandaag. We are ready to go to the breakfast. Hè. Ik heb honger wel een beetje. Jij? Ook. Ja? Ik heb honger. Nog niet zoveel honger. We hebben gisteren goed gegeten en goed gedronken. Dus. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het ontbijtje er gaat uitzien. We hebben gekregen vers fruitsap, een broodje, wat Alyssa nu gaat snijden. Ja, één broodje. Eén broodje, ik krijg niks meer. Ik moet overleven op fruit. Nee, nee. Verse fruitjes allemaal veel wel, hè. Kaasjes, vleesjes, chocobroodjes en croissants, gewone broodjes. En die vleesschoteltjes, ja. Ja, dan is het deze week wel gehad. Ja, inderdaad, ja. Maar dat is ook eens fijn, zo ontbijt, cheaten. Ja, en gisteravond. Ja, hebben we ook wel gewoon gegeten. Alcohol. Ja, mooi. Ja, altijd zo kleine beetjes. Kleine proeverkes, zo, ja. Meer heb gedronken. Ja, dat is waar. Hallo, we zijn ondertussen al wel een hele tijd later. Nadat we ontbeten hadden bij Tableau, hebben we nog onze spullen gepakt op de kamer, zijn we naar huis gegaan en hebben echt de hele dag gewerkt. Op kantoor en hier. Dus we zijn heel de tijd bezig geweest. Het is nu 6:15. En ik heb net de adventkalender open gedaan. Bij de Kiehl's zat er een Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate. Die heb ik al eens gehad. Is wel goed, heel vocht inbrengend. Oh, mijn tv is aan het flitsen. Dan dit chocolaatje zat in de IKEA kalender. En bij Bruno Vasari zat Collagen Booster Power C-peptide crème. De katjes hebben gisteren al zoveel snoep gekregen dat ik ze vandaag niet te veel snoep ga geven. Ik ben nu mijn proteïnekoekje aan het eten. De helft hiervan. Want over een uur gaan we vertrekken naar de gym. Ik train vandaag met Sam, Laurens en Christophe. We gaan met ons 4 trainen, maar ik denk dat zij borst gaan trainen. En ik heb gisteren upper body gedaan, dus ik ga geen upper body doen, want mijn armen zijn echt, oh, damn, hurts. Nou, mijn poep doet ook nog altijd pijn. Dus ik weet niet wat ik ga doen. Ik denk sowieso cardio. Want ik heb gisteren wel een beetje alcohol gedronken.
Dus dat wil ik er wel uit weten. En ja, dan gewoon een beetje lower body. Ik ga zien wat dat lukt. Gewoon een beetje van alles. Dat is... We zijn nu Sam met zijn auto hier buiten. Oké. Nou, dit is het magazine. Ik weet eigenlijk niet meer als ik dat gisteren heb laten zien of niet. Maar, what the fuck. En we staan erin. We staan hier. Een artikel over hoe meer likes en volgers krijgen op Instagram en zo. En over onze filters. Ons nieuwe logo. Dat is wel super tof. En kei blij. We hebben het zelf geschreven, de foto's zelf gekozen en zo. En Pieter Beerde heeft eigenlijk de layout en zo gemaakt. Dat is echt zo'n tof magazine. Dennis Praat staat er ook in. En ja, er staat echt heel veel toffe dingen in. En hier was de zomerlancering. Want hier staan we ook ergens, hier denk ik. Ik weet niet of jullie het zien. Ik heb Celine, Nick en Palmira en Sam is eraf geknipt. Maar Pieter zei gisteren, ja, ik moest Sam eraf knippen, want hij paste er niet op. Dat was wel een heel tof magazine. Ik denk niet dat je dat kunt kopen, want dat is zo'n, ja, een collectors item, wat dat je kunt krijgen. Maar ik weet dat dat bij dokters en tandartsen en zo verdeeld wordt en dat je dat daar in de wachtzaal kunt lezen. Dat is wel echt een super cool boek. Ook zo'n tof hebben ding. Ik heb die van vorig jaar ook zo op de kast liggen. En nu ga ik deze daar leggen. Lauren is hier. We gaan naar de gym. Yeah, allemaal ready in onze gym outfitjes. Let's go, hè. Ik ga jullie niet meenemen. Maar misschien wel eens iets op mijn gsm filmen. Wij zijn terug van de gym. Allemaal dood. Maar dit is de eerste bedoeling. Dood, ja. Ik wel, weet niet. Het was goed, hè? Ik voel het al, hè. Maar we zien zo rood. Zonder het hier zo rood te zijn. Ik heb... Ja. Ik heb billen getraind. Laurens heeft bicep, armen getraind. Biceps rug. Biceps rug. En jij hebt borst. Tata. Tette getraind, ja. Ik moest dat niet doen, want ik heb al tette. Nee, het was wel stevig, maar het was wel goed. En we waren samen met Christophe gegaan, van Smooth. Dus dat was wel leuk. Tof om die ook eens te zien, want voor mij was dat de eerste keer dat ik die had gezien. Nu gaan we nog Slimste Mens kijken, een beetje chillen. En dan gaan we samen slapen. Oké. Ik ga deze Smart Protein Chips proberen. Maar 94 calorieën. Tomaat, basilicum. Ik ga wel eens kijken als er geen melk in zit. Maar ik zie al melk. Ah ja, maar oké, het is soja melk. Oké. Komt goed. Maar we hebben deze gekregen van Christophe. Super lief. Sam heeft ook een barbecue, maar die gaat hij voor morgen bewaren. Ik ga mijne nu eten. Mijn ogen zijn trouwens super rood omdat ik net mijn schmink eraf heb geveegd en heel hard heb geveegd in mijn ogen. Maar, eerste impressie. Oh Sam, dat is echt kei lekker. Wat? Ja, ik hou één. Oh, dat is lekker. High in protein, reduced fat en maar 94 calorieën. En lekker. Super lekker. Dank je, Christophe. Oké, het is tijd om te gaan slapen. Yes. I am so tired after this day. De camera is zo rare kleuren. Nu ben ik zo wit en... Maar dat is zo de tv, hè? Ah, oh ja, dat kan. Oké.
Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, dus zeker thumbs up. Hè, Sheldon? Ja, thumbs up. Zo. Ja, Schmelke? Doe maar thumbs up. En wij zien jullie morgen.